Terug van trainen, terug van schaatsen en nu is het tijd voor de studie. Ik studeer farmaceutische wetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dat doe ik nu voor een aantal jaar. Ik vind studie heel belangrijk, dus ja, daarom blijf ik het ernaast doen en wil ik graag mijn studie wel afronden. De eerste jaren dat ik, vond ik mijn studie vooral heel belangrijk, omdat ja, ik weet dat er naast het, of met het schaatsen niet veel te verdienen is en ik heb gewoon, ja, ik vind het belangrijk voor mijn toekomst wel om iets te gaan doen wat ik echt leuk vind en waar ik gewoon goed geld mee kan verdienen. En daarnaast was het ook wel fijn om naast het schaatsen iets te hebben wat me een beetje kon afleiden. Na de spelen ben ik 3 maanden met mijn bachelor eindproject gedaan. Ben 3 maanden in het laboratorium gaan zitten en ja, echt alleen maar daarmee bezig geweest. Echt lange dagen gemaakt van 9 tot 5. Maar uiteindelijk ben ik heel blij mee dat ik dat heb gedaan. Ik vond het echt super leuk en ik kon weer even gewoon Esmee zijn en niet de schaatser Esmee en niet die bekende. Ja, ik hou gewoon een beetje van in de schaduw eigenlijk staan en dat kon ik daar doen. Ja, wat ik zei, weer mijn hersenen een beetje laten kraken en dat vond ik toen heel leuk. Perfectionisme heeft me heel erg geholpen bij mijn studie, omdat ik gewoon het goed wil doen en daardoor haal ik het allemaal en daardoor kan je het ook wel combineren met de topsport, want je moet allemaal goed plannen en ja, de tijd die je hebt nuttig gebruiken en daarin helpt perfectionisme wel om het met topsport en studie alle twee te kunnen doen naast elkaar. Alleen perfectionisme zorgt er ook voor dat ik alleen maar 9 en 10 eigenlijk wil halen op de studie. En dat kan ik me nu niet meer permitteren om naast het schaatsen ook te doen. Dus nu moet ik ook gewoon blij zijn met een 5 en een 6. Dat blijf ik lastig vinden omdat dat perfectionisme in zit. Dus dat is ook een valkuil. Ja, momenteel is de 10 op het schaatsen belangrijker dan de 10 op de studie. Persoonlijk kan ik mijn frustratie en mijn energie heel erg kwijt ook in sporten. Dus ja, als je heel lang hebt geleerd, dan ben je op een gegeven moment ben je gewoon op. Maar toch heb je wel nog een energie of zo die je wel kwijt kan. En dat kan je dan heel mooi in sport doen. En daarna studeerde ik altijd ook alweer makkelijker. Ik denk dat studentensport, dat het heel belangrijk is voor studenten om ernaast te sporten. En dat echt wel je cijfers ook ten goede komt. En gewoon het plezier in het leven. Een tip is, probeer het te blijven combineren. Dat doe ik ook. En het is lastig, maar het is heel belangrijk om te doen voor de toekomst. Voor je carrière, maar ook voor je geluk eigenlijk. Hoe ik hier nu zit, dat is een combi van beide. Wil jij nou meer weten over hoe ik mijn sport combineer met mijn studie en mijn sociale leven? Kijk dan volgende week naar de volgende video.